bij Soul Design 72. Vandaag staan we in Museum Vlaardingen, waar we de geschiedenis van de visserij van Vlaardingen kunnen bezichtigen in alle soorten kunstwerken. Vandaag word ik begeleid door Petra en die gaat me wat vertellen over alle kunstwerken. Dus veel plezier en let's go! Bij dit prachtige schilderij van Arie Plezier, als ik het goed heb. Ja, Arie Plezier, haringjager circa 1842, schenking van A. Fontaine. Wat kan je mij daarover vertellen, Petra? Nou, ten eerste dat het een imposant schilderij is, dat Arie Plezier, dat er binnenkort een grote expositie komt met werken van Arie Plezier. En ja, dat het een haringjager is die naar de vloot op weg is, de Vlaardingse vloot. Ik denk om te kijken hoe het staat, of er al haring gevangen is. Ja. Want het was zo dat als de haringvloot terug op weg was naar Vlaardingen, dan werd de vlag op de grote kerk uitgehangen. Oké. Okay. Dan ging en de vlag uit en dan wist men de haring is onderweg. En met welke verf is deze gemaakt? Dat is olieverf. Canvas. Olieverf op canvas. Heel mooi, schitterend werk. Kan je me hierover vertellen, Peter? Nou, het is olieverf op een paneel. Het is bijzonder gedetailleerd geschilderd. En het zit vol met symboliek. Het gaat over de nieuwe haring. Die meneer heeft een haring in zijn hand. Met bloemetjes. Want wat was er nou aan de hand als de nieuwe haring in het land was? En de haringverkopers gingen dus nieuwe haring verkopen. Dan werd er een haringkroon buiten gehangen. En daar hangt er eentje, een haringkroon. Ja. We hebben er nog één. Dat is de haringkroon? Ja, we hebben er nog één, die is nog mooier, maar die is uitgeleend aan Museum Dordrecht op het moment. Oké. Dus die hoort aan het andere touwtje te hangen. Nice. En naast het schilderij hebben en we een prachtige... En de bloemen, oh, die symboliseren dus ook die nieuwe haring die, ja, binnen is. Die mevrouw heeft ook een soort kroon in haar handen. Ah, die van, ja, bloemen is gemaakt. Ja, ja, inderdaad. Dus het hele schilderij is een eerbetoon. Heel mooi. En weet je misschien ook de datum van het schilderij? Dan moet ik even terugvallen. Naar de zuil. Gaan we eens even kijken. Circa 1850 gemaakt. Olieverf op paneel. Ja. En kan je misschien ook wat vertellen over het schip wat er naast te bewonderen is? Nee. Geen informatie erover. Nee. Nou, het is in ieder geval de Cornelis van Eyck. Heel mooi model. Dat was de Vlaarding, of de Rotterdamse vlag. Ja, dus de Rotterdamse vlag zit erop. Maar Vlaardingen en Schiedam horen natuurlijk allemaal bij Rotterdam. Oh, kijk, er zit ook een Vlaardingse vlag. En een Vlaardingse vlag. Kijk, rood, geel, blauw. Dat zijn de kleuren van Vlaardingen. En hier hebben we hele mooie borden. Delfts blauw, denk ik, of niet? Ja. 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 Het zijn allemaal handbeschilderd. Handbeschilderde Delfts blauwe borden. Allemaal door dezelfde maker, neem ik aan? Zo te zien wel. Ja. Prachtig, prachtig. Ja, dus alles met het haringverwerking ook te maken. Ja. Slijverwerking. Heel mooi. Thank you.
bij een heel bijzonder paard met wagen. En wat kan je mij daarover vertellen, Petra? Dit is een originele chaise, een haringchaise. En hier werd vroeger vanuit Vlaardingen de eerste haring naar de koningin gebracht. Dus in deze koets werd die haring naar de koningin gebracht en aan haar aangeboden. Zeer mooi. En is het echt goud? Dat weet ik niet. Hij is wel prachtig gerestaureerd. Ontzettend mooi. Ik zou er wel even in willen zitten, maar dat mag waarschijnlijk niet. Nee. Jacob den Breems. Vlaardingen had naast een vissersvloot in de 19e eeuw een niet onbelangrijke koopvaardijvloot. In de jaren 1860 tot 1880 exploiteerden de rederijen den Breems en van Harwegen en den Breems zo'n 11 koopvaarders. Met als concurrent en collega Arie Hogendijk Janszoon. Ze voeren met deze schepen vooral naar de landen van de Middellandse Zee. Men haalde er zuidvruchten en wijnen. Een jeneverkruik met de afkorting VHNDB bewijst dat de rederij den Breems deze waarschijnlijk Schiedamse drank exporteerde. Jacob den Breems, 1798 tot 1867, begon zijn koopvaardij omstreeks 1849. Een van de kapiteins in dienst van Martinus den Breems was W. van Gelderen. Hij voerde het bevel over de brik Vasco da Gama. En dan staan we nu bij een prachtig portret van Han van Megeren. Ja. En het is een schilderij van een Vlaardingse reder. En die meneer die heette Louis Jozef van Gelderen. Ja. En buiten dat het een schitterend portret is, wat ontzettend mooi geschilderd is, is het een heel interessant schilderij. Omdat Han van Megeren vooral bekend staat als meestervervalser. Hey. Hij heeft schilderijen van Vermeer vervalst. Die zo ontzettend knap waren dat heel veel mensen daar ingetrapt zijn. En het is zonde, want zijn naam is besmeurd, terwijl het een fantastische schilder is. Ja, ja. Als je dit ziet, dan denk je, ja, dit is gewoon grote kwaliteit. Absoluut. Heel erg mooi. Ja, het is uit 1929. 1929. En dan staan we hier bij een prachtig aquarel van een gezicht op de Westhavenkade. En dit is een litho, denk ik. Het is een kopergravure. Een kopergravure zelfs. Nog mooier. Hier. Dit is een maquette van de Buizenkat. Wat vroeger een scheepswerf was. Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, ja. Je ziet hier dat ook is er nou niet meer. Zo'n rail waar de boten vanaf werden geleden, het water in. Er staan nu allemaal huizen, ja. Als het goed is. Dit is ook zo erg mooi, dit. Hele prachtige stijl, dit. Dit is ook waarschijnlijk de Westhavenkade. Ja. Daar staat het museum ook. Ja.
Prachtig. Dan krijg je in het museum heel vaak de vraag van leuk dat bordje waarop staat hoek en sneumakerij. Maar wat is een sneu? Behalve dat je denkt van oh, dat is sneu. Ja, iemand. Ik heb geen idee. Nee, nou dat is, we hebben ook pas een prijsvraag gehad met wat is een sneu en we hebben even een goed antwoord gekregen. En wat is een hoek? Een hoek is een haak. Een hoek is een haakje. Ja, ja. En sneus dat zijn, je hebt een lange vislijn en als je daar allemaal losse kleine touwtjes als zij lijntjes maakt, ja, met allemaal weer losse haakjes staan, die heet de sneu. Okay. Die zijhaakjes. Ja. Er ligt daar een bos sneuën. Misschien leuk om even te kijken. Een bos sneuën. Hier. Oh, hier hebben wij bos sneuën. Ja. Kijk. Dat zijn die zijhaakjes of die zijlijntjes. Oh ja. Eraan. Zo kon je veel meer vis in één keer vangen. Ja. Oh, wat leuk zeg. Nou, dan weet ik gelijk ook weer wat een sneu is. En de traditionele kledij. Ja. Vervolgens kijken we naar een expositie van Ellie Dijkshoorn. Een beeldverhaal over het huis van dokter Moerman op landgoed Hoogstad. Een zakdoek voor de dokter. In Museum Vlaardingen. Een zitkamer met oranje stip. Wat doet die oranje stip daar, Petra? Ja, goede vraag. Waar ik als eerst, waar ik zelf als eerst aan moet denken, is aan de galerie. Dat de schilderij verkocht is. Daar komt een oranje stip op te staan. Ah ja. Ik denk dat daar een verwijzing naar is. Ik weet wel dat Ellie gefascineerd was door het huis, omdat de tijd er stil heeft gestaan. En zij heeft wat van haar eigen werk, heeft zij dus in het huis neergelegd. En zij werkt vooral met textiel. En zij heeft daar een verbinding tussen het heden en het verleden gemaakt. En het harde heeft ze zacht gemaakt. Ja. Het harde heeft ze zacht gemaakt. Volgens mij een interpretatie. Ja, ja. Het harde heeft ze zacht gemaakt. Ja, en ik vind, zelf vind ik voornamelijk het gebruik van tulle heel erg mooi. Mm-hmm. Omdat het transparant is. Het brengt iets vrouwelijks in de hele mannenwereld. Manneninterieur ook. Dus, dokter Moerman. Ja, heel mooi. Kan je me wat vertellen over dokter Moerman? Dokter Moerman is een hele omstreden man. Vanwege zijn revolutionaire onderzoeken naar kanker. Oh. En hij propageerde dus dat voedsel daarbij heel belangrijk was en dat testte hij uit op zijn duiven. Vandaar ook de duiven hier. Ja. Maar hij was ook een fout in oorlog en hij werd als heel veel door heel veel mensen als kwakzalver gezien. Kwakzalver, ja. Ja. Wat best wel zonde is, natuurlijk. Ja, daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Ja, ja, maar dit is prachtig, hè? Ontzettend. Dat hele donkere, sombere interieur en dan de knallen en dan oranje. Knallen oranje. Ja, en ik vind deze ook zo prachtig, dat licht. Ontzettend mooi. Heel stijlvol gedaan. Ja, ze is er geloof ik 2 of 3. Thank you.
behang is oud, er zitten vieze vlekken op. Het is wel mooi behang. Ja. Okay. En overal komt die duif terug. En hier zie je Ellie zelf. Ja, ook. Daar is Ellie in de weerspiegeling. En hier is een duif. Yes, deze. Dat is ook heel erg mooi. Met uitzicht op de tuin. En dan kijken we hier. Dit zijn waarschijnlijk de medicatie van dokter Moerman. En een lichtstoel. Ja, de behandelkamer met inderdaad een bankje. Ja. En hier zien we Ellie nog. En ze gebruikt een Nikon, zo te zien. Heel belangrijk. Is dat dokter Moerman? Ja, dat is dokter Moerman. Met een... Een soort jurkje, een jurkje ervoor. Ik had begrepen dat het van Ellie haar moeder was geweest. Oké. Okay. Ja, en weer zie ik dan zelf een hard en zacht samen. Heel mooi. En dan staan we nu voor een prachtig schilderij van niemand minder dan Mesdag. En wat kan je mij over dit schilderij vertellen, Petra? Dat het een heel mooi schilderij is, dat het gigantisch groot is. Ontzettend mooi. Dat het eigenlijk ons bloemstuk is. Ja. Dat we afgelopen zomer een hele grote tentoonstelling hebben gehad met... namen van schilderijen van Mesdag in combinatie met of samenwerking met Museum Dordrecht. En die heette Schoon aan de Haak. En het ging over het vissersgenre. En we hadden hier toen schilderijen hangen van Mesdag, Breitner, Maris, Slauter. En nou ja, deze was het pronkstuk, zeg maar. Ja. Het schilderij wat hier altijd eigenlijk al jaren heel bescheiden in een hoekje hangt. Nice, heel erg mooi. Ook die weerspiegeling van de schepen in het water. Ja, nou, Mesdag is Haagse school. En hij schilderde vooral het vissersleven in Scheveningen, in Katwijk. Anker wat hier ligt, prachtig, prachtig. De vogels, de meeuwen. Ja, die lucht. De lucht. De lijst. Ja, ja, klopt. Heel erg mooi. En dan staan we hier bij een prachtige wand met een heleboel schilderijen. En dit is de Vloot van IJzermans. Wat kan je me hierover vertellen, Petra? Het is een schilderij van N. Korpershoek en H. Luns. Het is een olieverfschilderij en het stelt voor een viertal schepen op volle zee. Het is geschilderd in 1902.
Het grappige is, de mensen uit Vlaardingen die kennen misschien de Villa IJzermans wel. Dat is het hele fantastische mooie grote witte gebouw aan de Schiedamseweg. En daarin is het onder andere het Fonds Schiedam-Vlaardingen en omstreken gesitueerd. En ook dat fonds heeft de restauratie van dit schilderij mogelijk gemaakt. Nice, heel mooi. En wat zien we hier? Weet je dat? Een heleboel containers. Dat is volgens mij de haven van Vlaardingen. Ja, dat is de DFDS Seaways. Oh ja, heel bekend. Heel bekend bedrijf. Ja, ja, die vervoeren containers vanuit ja. Een heleboel vrachtwagens gaan daarvan op en aan. Klopt. Nederlandse Noordzeevisserij. En dit zijn alle vlaggen, ja. Als ik het goed heb. Ja, we hebben die poster allemaal verkocht in de winkel. Dat is wel heel mooi dit. En hier. Een heel simpel schilderijtje. Ziet er wel aquarel? Ik denk dat het aquarel is. Ja. Aquarel in zwart en wit. Juist. Heel mooi. Dit is ook een ontzettend mooi schilderij van Hensk Veder. Zeg ik dat goed? Dus. En dit is van Leen Bokert. Dat is ook een bekende Vlaardingse kunstenaar. Wat zou je dit als stijl kunnen noemen? Ik vind het een beetje kubistisch. Kubistisch, hè? Ja. Een beetje buizengat. Maar ook een beetje abstract. Ook. Ja. Abstract kubisme. Ja. Het buizengat. Prachtig. En hier, oh, kijk eens even. Kijk eens even, dames en heren. Dit is ontzettend mooi gemaakt. Dat is ook een schilderij, of niet? Westhavenkade. En dan zien we hier een boot liggen. Een vissersboot. Een potloodtekening. En het is Koningin Wilhelminahaven. Oh. En daar ligt een moeder. Oh ja. Dat is de andere haven van Vlaardingen, de Wilhelminahaven. Ja. Nou, dit is ook de Wilhelminahaven. Het ziet er heel modern uit. Het is net een foto. Maar het is toch echt geschilderd. Schitterend. Nou, dit is, lijkt me een heel klassiek schilderij. Ja, dit is ook de Koningin Wilhelminahaven. Koningin Wilhelminahaven. 1954. Er Suring de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen met het kantoor van de Doggermaatschappij in 1954. Olieverf op doek. Juist. Dames en heren, kijk eens even hiernaar. Wat een prachtige grote kast we hier hebben. Enorm groot. En als je erin stapt, ga je naar Narnia, denk ik. Ja. Dit Vlaardingen met gezicht op de Westhavenkade.
is een... Cornelis Pronk heeft deze gemaakt. Ook een illustratie voor Cornelis Pronk. Heel mooi. Westhavenkade in beeld. Die is ook goed. Heel mooi deze. Dat is heel mooi gestileerd. Art Deco. Ja. Art Deco stijl. Heel mooi. En die is van? Wat blijft is de rivier. Van 1997. Van André Pelgrim. Die moeten we in de gaten houden, dames en heren. Dat is de stadskraan en die komt weer terug. Ja, oh, die is weg geweest inderdaad. Ja, die zijn al weg geweest. En die is gerestaureerd? Ja, die wordt een nieuw gemaakt. Oh, oké. Okay. Denk ik. Even in beeld. Heb je die radiatoren al gezien? Hoe mooi die zijn. Ik vind het persoonlijk gewoon kunststukjes. Ja, een beetje Frans. Moet je het aan denken? Italiaans staat het. Italiaans. Ja. Galdo. Prachtig, hè? Fredo Galdo. Ontzettend mooi. Hoe duur? Zeker bepalen. Kijk. Efte Graaf. Ook ontzettend mooi dit. Westhavenkade met op de voorgrond de tweede keersluis in de Oude Haven. Deze schilderij is allemaal van de Westhavenkade. Ja. Het is een tijdelijke expositie. Gezicht op de Westhavenkade rond 1850. Supermooi. Ook weer allemaal hele andere stijlen. Ja, verschillende stijlen door elkaar, maar dat is juist heel erg mooi natuurlijk. En dit is de visserij- of vroedschapkast. Ja, je werd vroeger de administratie van de burgemeester en de wethouders bewaard. Nou, je kan je voorstellen dat als je van de bovenste plank iets moest hebben, dat je een ladder nodig had. Weet je misschien hoe groot die is? Hoe hoog? Geen idee. Ik weet wel dat hij voordat het museum weer open gegaan is, dat was in juni 2015, is hij helemaal gerestaureerd. Want daar hebben ze namelijk zwart geverfd. Ja. En hij is weer helemaal in oude glorie hersteld. Hij is weer helemaal gevuld. En bovendien zie je de rode leeuw, dat zal zwaar nog niet fijn. Kijk. Dat is een maquette van de visbank. Heel bekend gebouw in Vlaardingen, de visbank. Dit is door meneer Droppert gemaakt. Dat is de stadsomroeper. Daar ga ik ook een interview mee houden. Oh. Nou, zo'n kast koop je niet snel bij de IKEA, dames en heren. Prachtig, prachtig. Eerst de stoep schommelen, elke ochtend. Het moet er fatsoenlijk uitzien. Boenen en poetsen en stoffen en kloppen en wassen en lappen en vegen. En als het klaar is, dan begint het weer van voren af aan. De ogen van mevrouw die branden in je rug. Dienstbaarheid ontdeert geen wet, zegt ze altijd. Ja, zij kan mooi praten. Ach, ik voel me niet klaar hoor. Ik krijg goed te eten en ik heb een warm bed. Ja. Dit zijn Abraham en Agneta. Abraham en Agneta van de Linden. Die hebben hier gewoond, in dit huis. Abraham was een rijke reder, die vooral rijk is geworden door de walvisvaart. Maar dat niet alleen, hij was ook burgemeester van Vlaardingen. De walvisvaart? Jawel. Oh, ik wist niet dat we ook walvisvaart hadden. Zeker. En wat ook grappig is, toen Abraham is overleden, heeft zijn vrouw Agneta het bedrijf voortgezet. En dat was in die tijd wel heel uniek dat een vrouw aan het hoofd stond van een groot bedrijf. We hebben in het museum ook kostuums van Abraham en Agneta. Dus als er hier iets bijzonders is, dan kan het zomaar dat je ontvangen wordt door Abraham en Agneta. Die dan helemaal in kostuum bij de deur staan. Zelfs het hondje wat Agneta vast heeft, hebben we. Oh. En
een hondje wat we gewoon op marktplaats gekocht hebben. Maar wat sprekend lijkt op het hondje van 8 meter en een grote rol speelt in de educatieve rondleidingen die voor schoolkinderen gedaan worden. Wat leuk, wat leuk. Daar wordt vaak het hondje van 8 meter meegenomen. Juist. Mooi. Zo, en dan staan we hier in de koepelkamer. En met een prachtige spiegel met gouden lijst. En kijk dit eens, dames en heren. Een prachtig plafondschilderij. Enorm groot. Met engelen in de hemel. Nou, en dit was vroeger een muziekkamer. En ook heel geschikt voor trouwerijen. En aan de muur, Petra, kan je daar wat over vertellen? Niet heel veel. Bij de nieuwbouw van het museum in 2015. Juni 2015 is het museum open gegaan omdat het 5 jaar dicht is geweest. Er is een heel stuk bijgebouwd en alles is gerenoveerd. Toen is dit behang er gekomen en dat is helemaal met de hand beschilderd. Schitterend. Maar kijk hoe groot dat ook is. Een enorm groot schilderij aan de muur. Zeer mooi, zeer luxe. Schip is het museumschip De Balder. Dat is een oude logger, een haringlogger, die helemaal gerestaureerd is door vrijwilligers. En op donderdag en op zaterdag kan men, als men het museum komt bezoeken, ook De Balder bezoeken. En De Balder vaart ook nog wel eens uit. Die gaat bijvoorbeeld naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Naar Oostende zijn ze geweest. En hij is volledig zeewaardig. Bedankt aan Museum Vlaardingen en Petra, die me alles uitgelegd hebben over de kunstwerken. En hoop je te zien in Museum Vlaardingen. Dus tot in de toekomst. Doei doei!